Ja, wij willen drie dingen. Het eerste is dat in sectoren zelf bepaald wordt wat zwaar werk is en wat niet. Dat kan de overheid niet opleggen. Het tweede is dat er een permanente regeling voor zware beroepen komt. Want over 20 jaar is er nog steeds zwaar werk in Nederland. En wij willen dat de regeling ruimer wordt, zodat meer mensen er gebruik van kunnen maken. Ik vind wel dat politiewerk tot zwaar werk gerekend kan worden. Mensen sjouwen, de ambulancedienst helpen, bij de brandweer. Weet je, we doen het allemaal met elkaar, maar als daar iemand heel zwaarlijvig is, dan zou je er toch de kracht daarvoor moeten hebben. Alle demonstraties die de laatste tijd gevoerd worden op de snelweg. Mensen die getild moeten worden. Nou, dat kost collega's echt ruggen en spieren enzovoort. Dus ja, ik denk dat het wel zwaar is. Ik vind, en dat heeft de korpsanger vaker gezegd, dat politiewerk een zwaar beroep is. En zeker voor de mensen die met de voeten in de klei staan, en de mensen die 24/7 het werk doen en dienstbaar zijn aan de samenleving, dat is een zwaar beroep, dat moet je niet onderschatten. Je kan niet op de 67 verwachten dat mensen nog volledig bewapend achter een boef aangaan of liggen te rollenbol op straat. Dus ik roep vooral voor naar de mensen op, beschouw de politie als een zwaar beroep en daar sta ik volledig achter.